Het was even zoeken. Maar uiteindelijk kon de sleutel van het gebouw van de voedselbank worden aangeboden aan penningmeester Wim Detmers. Ja, hartelijk dank. De officiële opening van het schitterend nieuwe pand. Ja, ja. Zijn we ook hartstikke blij met de goede tijden. Weer rust. Dank je wel, joh. En schoonheid. Dank je wel. En daarmee opende Detmers afgelopen vrijdag 15 oktober het nieuwe onderkomen van de voedselbank Veendam en omgeving aan het Bovenoosterdiep in Veendam. Om het belang van de vrijwilligers voor de voedselbank te onderstrepen, mochten zij als eerste het gebouw betreden. Daarna was het de beurt aan alle genodigden. Onder leiding van bestuurslid Albert Greven werd daarna het programma afgewerkt. Een aantal sprekers voerden het woord, waaronder wethouder Ans Grimbergen. Zij benadrukt het belang van de voedselbank, maar erkent wel dat een voedselbank eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Om de drempel voor gebruikers te verlagen, zou volgens haar voedselbank meer het uiterlijk van de winkel moeten gaan krijgen, zoals nu in Veendam is gebeurd. Bestuurslid Dirk Rijnbeek, verantwoordelijk voor de klanten- en vrijwilligerszaken van overkoepelend orgaan Voedselbank Nederland, vertelde dat er steeds meer aandacht komt voor het toegankelijker maken van voedselbanken. Daarbij wordt onder andere gedacht om de doelgroep actief te benaderen. Volgens Albert Greven moeten in Nederland zo'n 34.000 mensen een beroep doen op de voedselbank. Ook in de provincie Groningen is een grote groep mensen die hiervoor in aanmerking komt. Als je kijkt naar de provincie Groningen heb je gauw over 2000 gezinnen. En als je dan praat over het aantal monden wat je dan moet vullen, zijn er toch zo'n 5000 monden. En ik schrok van de cijfers, een derde ervan betreft kinderen tot en met 17 jaar. En uit onderzoek blijkt ook dat 10% van de Groninger kinderen in armoede opgroeit. En als je de krant er een beetje op naslaat, opgroeien in armoede heeft nogal wat consequenties. Het is niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het is als de kinderen daar de rest van hun leven lang last van blijven houden. Na de toespraken kregen de genodigden de gelegenheid om het pand te bekijken. In Veendam maken wekelijks ongeveer 200 cliënten gebruik van de voedselbank om een provisiekast aan te vullen. De voedselbank Veendam en omstreken verhuisde begin vorig jaar van de transportbaan in Veendam naar het al een tijdje leegstaande pand van de Lidl aan het Bovenoosterdiep. Door de inzet van de vrijwilligers kon het nieuwe gebouw binnen een maand al worden betrokken. Naast het nieuw gebouw kreeg de voedselbank ook een nieuw bestuur. Een van die nieuwe bestuursleden is penningmeester Wim Detmers. Hij verving voorzitter Klaas Steenhuis, die in verband met familieomstandigheden niet bij de opening aanwezig kon zijn. Detmers is bijzonder tevreden over hoe het nu gaat. Een nieuw gebouw, een nieuw bestuur en enthousiaste vrijwilligers die er elke dag weer staan.